We zitten hier met Thea de Haan en jij bent zondagschilder. Wat is die een zondagschilder? Alleen op zondag? Nee, dus niet. Hè? Maar het is eigenlijk meer, min of meer een synoniem voor amateurs. Hè? Hoewel er bij ons heel veel goede mensen zitten die fantastisch kunnen werken. Maar het is een vereniging, die bestaat al 80 jaar dit jaar. En die heeft op de Gelderse Kade 2 ateliers. En daar wordt iedere dag wordt daar les gegeven. Of een andere activiteit, en dat is meestal op zondag dan. En we hebben mensen dus begeleiding van professionele kunstenaars. Maar luister, als je kunt tekenen, mijn vriendin kan bijvoorbeeld geweldig tekenen. Hij heeft het ook alleen maar op school een beetje les gehad. Ja. Dat is het talent wat je hebt. Ze kunnen mij 100 leraren geven, ik leer het nooit. Dus dat zondagschilders doen jullie zelf niet tekort, want daar wordt af en toe fantastisch werk gemaakt. Ja. Door jezelf als amateurs in te zetten. Want als je af en toe gewoon gerenommeerde kunstenaars ziet, dan denk je, nou ja, dat ken mijn kleine neefie ook. Ja, dat lijkt wel zo. Maar kijk, wij hebben een vereniging, hè, en er worden mensen lid van. En je gaat iedere week naar dezelfde groep, als het ware. Je kunt natuurlijk ook wisselen, maar in principe zit je bij een groep. En het is op de eerste plaats heel stimulerend, omdat je van elkaar leert. Het is gezellig, het is sociaal, omdat mensen soms jarenlang lid zijn. Ja. Hè, waardoor... Het tekenen of het teken en schilderen is eigenlijk bijzaak? Nee, absoluut niet. Nee, wat bijzaak is, is de pauze waarbinnen je dus kunt praten gezellig met elkaar. Maar er wordt tekenen gegeven, schilderen, beeldhouden, grafiek. En kijk, het is niet zo belangrijk dat je denkt dat je geen aanleg hebt. Maar het is belangrijk dat je het leuk vindt. Nou ja, kijk, aan de andere kant, veel kunstenaars die denken dat ze aanleg hebben, die blijken er ook geen moe van te kunnen en verkopen ook niks. Dus eigenlijk is het verschil tussen amateurs en zich kunstenaars noemen is vaak, qua inkomen maakt het ook niks uit. Nee, dat is alleen maar een houding eigenlijk, hè? Nou, ze hebben natuurlijk meestal wel een kunstopleiding gehad. Ja, maar dat, even een aantal jaren. En wij leren het dus aldoende en dan maar één keer per week. Maar zijn er veel mensen bij jullie die ook veel verkopen? Ja, dat is werkelijk zo. Dat er best veel mensen zijn die als een expositie organiseren. Ik heb zelf ook best vaak wat verkocht. Hè, maar dan moet je de moeite voor doen ook om een expositie te organiseren. Zo, dus daar kunnen nog veel zich professioneel noemende kunstenaars die geen moer verkopen. Die kunnen daar nog een puntje aan zuigen. Dankjewel. Thea de Haan.